Jarenlang liefde en trouw beloofd en nu kan het niet meer en dat heeft mij ontzettend geraakt. Wie betaalt relatietherapie als jij en je echtgenoot daar behoefte aan hebben? Nou, in veel Nederlandse gemeenten komen die kosten voor je eigen rekening. Maar wat de SGP betreft gaat de Rijksoverheid die betalen. En hier in de gemeente Zwarte Waterland draagt de burgerlijke gemeente al bij aan relatietherapie. Kees van der Staaij, u heeft het al in de hand. Een onderzoek dat de SGP heeft laten uitvoeren. En er is eigenlijk ook een voorstel uitgerold. Klopt. Het gaat een onderzoek over de impact van echtscheidingen, vechtscheidingen. Dus hele complexe scheidingssituaties waarvan wij zien dat dat een enorm beroep op de jeugdzorg oplevert. Heel veel leed betekent voor mensen zelf, voor de kinderen in het bijzonder. Ja, Margriet Breeman, je bent relatiecoach in Zwarte Waterland. Wat houdt dat nou eigenlijk in? Ik begeleid stellen die vast zijn gelopen in hun relatie. Is het ook zo dat mensen nou eigenlijk op tijd bij jou komen? Of komen ze bij jou als het eigenlijk al een beetje te laat is? Ja, eigenlijk wel. Ja? Oh, het zijn echt wel heel schrijnende, complexe situaties. En ja, dat maakt voor mij ook wel soms wel heel moeilijk om te kijken van, hey, wat is nu eigenlijk de diepliggende trigger? Wat hun nou eigenlijk aan elkaar drijven? Omdat emoties spelen natuurlijk ook een hele grote rol. Mensen hebben al een opgebouwde spanning van wellicht al jaren. En dan komen ze bij mij terecht. En dan is het soms best wel eens even goed kijken van oké, wat is nu echt de trigger wat jullie eigenlijk uit elkaar drijft. Zorg dat ook relatietherapie makkelijker, laagdrempeliger beschikbaar komt. We hebben gepleit voor een subsidieregeling. Omdat je, als je verdergaande plannen hebt, wat we ook hebben, om het in het pakket van de zorgverzekeringswet en de basisverzekering op te nemen, dan is daar nog veel meer gedoe om daar doorheen te komen, om dat voor elkaar te krijgen. We dachten, nou, dit is iets voorzichtiger. Hebben ze een subsidieregeling van 2 jaar. Kijk hoe dat ook op een goede manier in de praktijk kan landen, kan vormgegeven worden. En zo hebben we dat voorstel gedaan. Wat vind je ervan dat de SGP nu dit idee oppert om in te zetten op relatietherapie en om daar budget voor vrij te maken? Ja, vind ik een heel goed voorstel. Ja, ja zeker. Want de jeugdzorg is ook, als ik spreek van Zwarte Waterland, is met name de jeugdzorg. Er zitten kinderen in die verreweg toch het meeste uitkomen uit gebroken relaties. We zien helaas nog geen dalende lijn als het gaat om kinderen die die problemen ondervinden van de relatieproblematiek of scheidingsproblematiek van hun ouders. Je ziet zelfs dat de achterstand in vergelijking met kinderen uit intacte gezinnen nog verder vergroot is. Dus eigenlijk nog de problemen groter geworden zijn. Dus er is ook door allerlei conflictscheidingen wel heel veel werk aan de winkel om te voorkomen dat we eigenlijk heel veel leed ook steeds ook toevoegen aan het leven van kinderen. We kunnen niet alles oplossen vanuit de politiek, vanuit Den Haag, maar er is wel een belangrijke maatschappelijke en politieke opgave op dit hele belangrijke onderwerp. Kijk, een overheid heeft zorg voor de inwoners van Nederland. De burgerlijke overheid heeft zorg voor de inwoners van Zwarte Waterland in dit geval. En dan gaan ze altijd kijken van, hey, wat is nu goed om te doen om ook de burgers wat meer rust, wat meer adem te geven om te kijken van hoe kunnen we nu het beste voor elkaar zorgen. Er ligt ook, het is ook een verantwoordelijkheidsaspect. Als natuurlijk ook door dat op een goede manier met conflicten kan worden omgegaan, er al veel eerder inzet zou zijn, zou dat hopelijk ook kunnen leiden tot het verminderen van conflicten, tot het voorkomen van scheidingen. En als de scheidingen al onvermijdelijk zijn in de praktijk, dan hoop je dat het kan bijdragen dat dat in ieder geval met zo weinig mogelijk schade voor de kinderen zal vormgegeven worden. Ja. Dus je zegt eigenlijk, als wij die ouders helpen door middel van relatiecoaching, dan besparen wij weer op de jeugdzorg. Het bespaart leed, maar het bespaart ook geld. Absoluut, van overtuigd. En wat is nou je persoonlijke drive om mensen hier in de gemeente te helpen? Daar kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Dat is de liefde van de Heer Jezus. Want jaren terug was ik ook vrijwilliger. En dan hield ik mij ook bezig met huwelijksproblematiek. Ook echtscheidingsproblematiek. Ik heb echt van dichtbij meegemaakt. En nu nog steeds. Wat een verdrietig, ingrijpend en emotioneel iets het ook is als mensen echt uit elkaar gaan. Je moet bedenken van jarenlang liefde en trouw beloofd en nu kan het niet meer. En dat heeft mij ontzettend geraakt. Ik mocht echt van dichtbij meemaken wat het ook met mensen doet en wat het ook dan daarvan uit met mij doet. Ja, wij hebben dus zelf een amendement ingediend om echt concreet geld beschikbaar te stellen.
Daarnaast met Don Seder nog een motie ingediend van verken nog eens beter wat er qua vergoeding via het basispakket mogelijk kan zijn in de zorgverzekering of op andere manieren. Ja, ik hoop dat die een meerderheid krijgen. Het is wel zo dat je best van ver moet komen. Dat er neiging is om het toch een beetje af te houden in eerste instantie van de kant van de politiek. Het is een wat taboe onderwerp te vinden. Dus ik heb nog niet het vertrouwen dat het nou gelijk goed komt met onze voorstellen. Maar we blijven hier met enthousiasme aan duwen en trekken. En dan hoop ik zeker dat we hier ook verder in komen. Het onderwerp is het waard. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Download dan de app van het Reformatorisch Dagblad.